Ja, men wil wat doen en men wil idealistisch bezig zijn. Nou, als je die combinatie gewoon op een bepaalde manier weet te vertalen, dan kan dat hele grote gevolgen hebben. Jullie pakken het op een positieve manier op. Wat kan je wel doen in plaats van wat is er allemaal fout? Ik zit hier in de tuin van Museum Volkenkunde samen met Bert Elbertsen van Matches en met Spencer Heijnen van Call Action. Welkom, goed dat jullie er zijn. Even heel kort. Wat is Matches en wat is Call Action? Matches is de organisatie in Nederland die stamceldonoren werft en er ook voor zorgt dat, de naam zegt het al, er een match tot stand kan komen tussen de patiënt die wacht en de donor die stamceldonoren wil doneren. Een soort relatiebemiddelingsbureau. Om het heel simpel te zeggen, heel kort door de bocht, okay. Relatiebemiddeling, maar dan voor mensen die heel erg ziek zijn en mensen die iets willen geven. Oké, helder. Ja. En Call Action? Call Action is 's werelds eerste crowd acting platform. Crowd acting werkt precies zoals crowdfunding, alleen committeer je aan een actie in plaats van aan een geldbedrag. Dus ik stap over naar een eerlijke bank, ik ga stamcellen doneren, we gaan met z'n allen vrijwilliger worden voor initiatief X, noem maar op. Je zegt het is de allereerste ter wereld. Ja, ik heb heel ver gezocht, er zijn heel veel voorbeelden van crowd acting, ja. Die bestaan dus wel. Maar een platform als zodanig, dus wij zijn een soort kickstarter voor crowd acting. Dat bestaat nog niet. En de nadruk ligt op sociale initiatieven dan? Ja, sociale en duurzaamheidsdoelen. In een nutshell, hoe kun je je registreren als stamceldonor? Je gaat naar onze website, matches.nl, daar doe je een testje. Als je daar goed uitkomt, dan krijg je van ons een pakketje toegestuurd. Daar zitten een aantal wattenstaafjes in, die haal je langs de binnenkant van je wang, stuur je naar ons terug. Dan heb je weefseltyperingen en sta je bij ons in het bestand. En klaar ben je? En dan ben je voorlopig klaar. En hoe groot is dan de kans dat je opgeroepen wordt? Die is heel klein. Daar kan echt jaren overheen gaan, daar is geen berekening voor. Maar de kans dat je opgeroepen wordt is gewoon inderdaad heel klein. Wat voor mensen help je als stamceldonor? Hele zieke mensen. Dat zijn mensen die over het algemeen een bepaalde vorm van bloedkanker hebben. Leukemie. Allerlei leeftijden kunnen ook vanuit de hele wereld komen, maar mensen waarbij eigenlijk de behandeling voor een heel groot gedeelte al geweest is, bestraling. Als dat op een gegeven moment niet aanslaat, dan blijft er eigenlijk alleen nog maar de mogelijkheid van een stamceltransplantatie over. En deze mensen, deze patiënten, daar wordt dan op een gegeven moment de knoop voor doorgehakt van, nou, we gaan nu naar een stamceldonor zoeken. Over het algemeen in eerste instantie zoeken we naar de eigen familie, omdat daar die weefseltypering waarschijnlijk het meest voorkomt die de patiënt ook heeft. Wordt dat niet gevonden, en dat is in 70% van de gevallen, ja, dan moet je elders gaan kijken. En waarom zijn er dan op dit moment niet voldoende stamceldonoren? Nou, we hebben in ons eigen bestand zelfs 150.000 zitten. Dan zou je zeggen, nou, dat moet genoeg zijn. Ja, dat is best veel. En dat heeft dus alles met die weefseltypering te maken. Die moet zo precies dezelfde weefseltypering zijn als dat de patiënt heeft van de donor. En dat is echt zoeken naar een naald, bijna letterlijk naar een naald in een hooiberg. En daarom heb je er ook zo ontzettend veel nodig. Want hoe meer je er hebt, hoe meer mensen er geregistreerd zijn, hoe meer mensen er in die donorbank zitten, hoe groter toch die kans wordt dat je net de juiste persoon vindt die bijna exact dezelfde weefseltypering heeft. Hoe vaak is een stamceldonatie succesvol? In ongeveer 50% van de gevallen. Dus de helft van de mensen. Dat is best wel weinig. Vind jij het hoog? Ik vind het hoog. Ik vind het weinig. Ja, ik denk glas half. Ja, jij bent positiever ingesteld dan ik, zo blij maar weer. Ja. Nou, maar ik denk, je zoekt echt naar alle mensen, dan heb je een team en dan alsnog is het maar 50% kans dat het slaagt. Ja. Maar goed. Ja. Maar ja, dan heb je wel echt iemands leven, dus blijft het veranderd. Er vindt een stamceldonatie plaats, een transplantatie plaats. En in 50% van die gevallen gaan die mensen dan ook uiteindelijk, die worden beter. Die kunnen weer volledig meedoen. Ja, precies. Ik vind dat bijzonder, want dat betekent dus het moment dat je zo'n telefoontje krijgt van Matches, dat er dan 50% kans is dat je dan iemands leven redt. Je hebt wel gelijk. Ja, dat is best wel wow. Spencer, ben jij al zo'n donor? Ik ben nog niet zo'n donor. Als je dit verhaal zo aanhoort, op welke wijze kan Call Action jullie formule dan helpen om meer stamceldonoren te realiseren? Call Action als platform is eigenlijk opgericht uit een bepaalde soort pijn die we zelf voelden. In ieder geval de mensen waarmee ze begonnen zijn, maar ik denk ook, naarmate het uitbreidt, komt uit een pijn voort. Namelijk, en die pijn is dat je heel vaak het gevoel hebt dat je wel weet wat je ongeveer kan doen, wat goed is voor de wereld, maar laten we wel wezen, weet je, hoe groot is de kans dat het echt iets uitmaakt. Als ik me zeg maar in een positieve, optimistische staat voel, dan denk ik ook echt van, ja, beter begin bij jezelf, gewoon doen. Ja. Maar soms dan
Ja, nou ja, dan voel ik me een beetje, nou ja, een beetje wat downer en wat kleiner. Dan denk ik, ja, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Ja, maakt het echt uit wat ik doe? En om dat gevoel te doorbreken, geeft Collection je eigenlijk de mogelijkheid om je onderdeel te voelen van iets groters. En dat kan... Maar je bent onderdeel van iets groters. Je bent sowieso natuurlijk onderdeel Waarom van iets groters. Waarom heb je Collection daarvoor nodig? Om dat besef, zeg maar, te voelen. En ik denk dat je toch wel heel duidelijk kan zien van... Hé, hey, als we dit met 1000, 10.000, nou misschien in de toekomst wel met miljoenen mensen gaan doen... dan maakt het echt een verschil. En ik denk, als je nou een voorbeeld aanhaalt wat Bert net aanhaalt van... Stel nou, er is één iemand... Hij zegt eigenlijk van, hé, in je familie heb je de grootste kans dat je zo'n donor vindt. Nou, ik kan me dan voorstellen dat mensen die zeg maar nog net iets verder buiten je familie staan, waarschijnlijk de kans nog steeds groter is. Dus als je nou een groep mensen kan werven van, weet ik veel, 500 mensen of zo, die allemaal rond één persoon zitten, een paar degrees of separation. Ja. Dan zou je volgens mij echt, nou ja, onwijs de kans vergroten dat je een match gaat vinden voor die ene persoon. Ja. Klopt dat? Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Kijk, je vindt zo'n 30% van de donoren vind je in de familie zelf. En dat betekent 70% dus niet. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je die kring steeds verder uitbreiden. En daar heb je als matches zijnde ook je middelen en je methodes voor nodig. Ja. Nou, dat zie ik heel duidelijk terug wat jij nu beschrijft. Je zou sterker nog het aan een soort software van een soort stamboom kunnen koppelen. En dat je, zeg maar, bij wijze zegt van, nou, ik nodig mijn achterneven ook allemaal uit. Het wordt echt een soort crowdfunding campagne waarbij bepaalde mensen daadwerkelijk ook meer invloed zouden kunnen hebben dan andere mensen. Dus dat je ook, denk ik, makkelijker persoonlijker verantwoordelijk voelt. En dat je ze allemaal meetrekt op dat platform. Ja, ja. Ik zie het wel gebeuren. Spencer, jij focust eigenlijk op het collectief. Hoe komt een grote groep in actie volgens jou? Ik denk dat een grote groep komt langs heel veel verschillende wegen tot actie. Dus het is best nog wel een ingewikkelde vraag om zo direct antwoord op te geven. Veel mensen willen het weten. Dus jij leeft in een participatiemaatschappij. Ja, precies. Dus ik denk wel dat een van de vormen waardoor mensen in actie kunnen komen is dus door crowdacting. Een van de voorbeelden die mij echt heel erg heeft geraakt en nou ja, wat ook helemaal aan het begin van dit idee naar voren kwam, dat ging eigenlijk over grote bedrijven sturen om betere beslissingen te maken. Wat heb je nou? Je hebt bijvoorbeeld een Shell. En nou ja, goed, Shell, Ben van Burden, die heeft op een gegeven moment gezegd van, nou weet je, we gaan gewoon olie uit de grond pompen tot alle olie op is. Ja. Nou ja, hij kan een andere koers kiezen en hij is ook wel heel goed in een soort van marketingtechnisch dat verhaal vertellen. En we gaan wel groen doen, maar at the end of the day gaan ze toch gewoon alle olie uit de grond pompen. Ja, precies. En nou ja, je zou kunnen zeggen van, ja weet je, Ben van Burden, die kan daar eigenlijk niet zo heel van doen. Ik vind dat eigenlijk een beetje een zwakte bot. Hoezo kan hij daar niks aan doen? Nou, omdat hij zegt van, weet je, ik heb aandeelhouderspressure. Die aandeelhouders die hebben gekocht op het feit dat wij alle olie uit de grond gingen pompen. Als we dat niet gaan doen, dan verliezen zij hun waarde. Daar hebben zij niet op ingezet. It's out of my hands. Dan ontslaan ze, of bovendien, ze ontslaan me gewoon. Nou, dat is een andere CEO. Nu terug naar de crowd. Ja. Op welke manier kan de crowd dat dan beïnvloeden? Nou ja, dus wat de crowd zou kunnen doen, is bijvoorbeeld ofwel massaal aandelen van Shell verkopen, ofwel juist massaal wel aandelen van Shell gaan kopen. Ja. En gewoon je koers veranderen. Ja, gewoon. Nou ja, gewoon. Dat gaan jullie gewoon even regelen. Nou wat bijna magisch is, is dat we met dit idee zijn begonnen en dat er onlangs Follow This een actie op ons platform heeft gestart. En Follow This is een organisatie die, tada, aandelen koopt van Shell om Shell naar een duurzamere koers te wijzigen. Ja. En zo zie je dat er langzaam een steeds grotere community komt. Maar je moet dus echt eerst gaan bouwen, een eigen community gaan bouwen. Ja. En die community kun je voor allerlei goede dingen in gaan zetten. Ja, dat is het idee. Dus jij bouwt jouw community waarvan je hoopt, nou op een gegeven moment zijn we met z'n miljoenen. Ja. En help hier aan mee. Ik denk dat het nog wel net nog iets sneller gaat. Ik denk namelijk van, wij zijn een community aan het bouwen. Maar wat we eigenlijk proberen te doen is ja, hoe zeg je dat? In het Engels kan je dat veel mooier zeggen. Dat zeg je een soort van, je maakt ripples in die ocean en die ripples die worden uiteindelijk golven. Ik zie jou. Ja, het is heel idealistisch. Ja. Ja. Verbaast het je? Nee, ik weet wel dat er onder een jongere categorie, dat blijkt ook wel uit allerlei documenten op het ogenblik en publicaties, dat het idealisme weer heel erg verbonden wordt ook met nieuwe ontwikkelingen in. In social media, noem alles maar op. Dus het hele harde is wat minder aan het worden. En men probeert nu echt ook het idealisme van de jaren 60, zou ik bijna zeggen. Want dat spreekt er ook een beetje uit. Mm. Op moderne manieren weer te vertalen. En dat is wel heel grappig natuurlijk. Ja. Betekent dat dan ook dat er automatisch dat idealisme vertaald wordt in niet alleen denken. Dat het een soort van leuk idee blijft.
maar tot actie. Dat denk ik wel, ja. Omdat als je gewoon ook kijkt naar hoe jongeren op dit moment zich opstellen op het wereldwijde web, dat daar iets van actiematig achter zit, zeg maar. Dus je ziet dat er jongeren en een jongere generatie wil aan de slag. Dat merken wij ook bij matches. Daar hebben jullie net veel aan, gelukkig. Ja, daar hebben wij gelukkig veel aan. Matches willen jullie liefst vanaf 18? Precies. Die jongere categorie, die hebben we het liefst natuurlijk. Maar daar proef je ook uit dat daar... men wil wat doen en men wil idealistisch bezig zijn. Nou, als je die combinatie gewoon op een bepaalde manier weet te vertalen, zoals jullie nu ook doen, dan kan dat hele grote gevolgen hebben. Daar zou ik misschien nog willen toevoegen. Hè. Mijn moeder die is onwijze hippie uit Amerika naar Europa gekomen op rolschaatsen en allemaal protestbewegingen, allemaal dingen. En die ziet dan wat wij doen. En die zegt van, dat is grappig, weet je. Jullie zijn eigenlijk met dezelfde dingen bezig als waar wij in de jaren 60 mee bezig zijn. Maar wat ik nou zo interessant vind, is jullie pakken het op een positieve manier op. Ja. Wat kan je wel doen in plaats van wat is er allemaal fout, wat moet de overheid of het bedrijfsleven oplossen? De vorm is anders, maar de idealen zijn wel een heel groot gedeelte overeenkomstig. Ja, zeker weten. Ga jij in gesprek met Call Action? Ja, tuurlijk. Zeker. Doen jullie dat al? Er zijn al wat gesprekken geweest. Hebben jullie al met elkaar geflirt bij het relatiebemiddelingsbureau? Dat is al gebeurd. Wat voor ons wel heel belangrijk is, en daar zie ik nog, daar zullen we het nog over moeten hebben. Wij krijgen de meeste reacties vaak, dat noemen we donor runs, als echt net even dat persoonlijke verhaal erin zit. Ja. Dat zie ik nog niet direct, daar zou je gebruik van kunnen maken. Mm. Je ziet heel duidelijk dat mensen gaan reageren als ze zeggen, dit vind ik zo erg. Mm. En dat is vaak het persoonlijk verhaal van een kind, van een ouder, van alle levenscategorieën. En dan zie je dat mensen ook heel erg in beweging gaan komen. Want dat mis je. Dan zeggen ze, daar gaat het om. Het gaat wat jou betreft om het persoonlijke verhaal. Heel vaak wel, ja. En dat brengt mensen in beweging. En dat brengt mensen heel vaak in beweging. Mensen die er nog nooit van gehoord hebben, die denken, daar gaat het over. Ja. Herken jij dat? Zeker, maar het is een en verhaal. Ja. Als Matjes een campagne op ons platform start met een heel goed persoonlijk verhaal komt en dat mensen dan collectief in beweging kunnen komen en dan zeker weten dat er een veel grotere kans is dat die ene persoon daadwerkelijk geholpen wordt. Ja, dat is volgens mij... Nee, precies. Kijk, we willen natuurlijk heel graag zitten waar we en dat persoonlijke verhaal kwijt kunnen en we heel veel mensen bereiken. Ja, dat precies. Is natuurlijk de oorsprong van elke campagne, zou ik bijna zeggen. Ja. En we willen ook dat jouw pijn een beetje zachter wordt. Uiteindelijk, toch? Ja. En dat ieders pijn van, wat kan ik nou eigenlijk doen of betekenen? Ja, dat is mooi meegenomen. Je kan stamceldonor worden. Je kan je aanmelden bij Call Action. Ik wil jullie er allebei ontzettend veel succes mee wensen. Als je nou meer wilt weten over deze twee organisaties, ga dan nog eventjes naar onze website. Goed dat jullie er waren.